Voor ons, de technische systemen worden nog aangelegd. Achter je zijn we nog bezig met de luidsprekers, de omroepinstallaties en de camera's. In de detectie zijn we nog bezig met de systemen voor langzaam rijden, stilstand en spookrijders. En achter ons, zoals je ziet, zijn we bezig met het deklagen van het asfalt. Zometeen nog een stukje markering. En als die erop zit, dan kunnen we open. We hebben deze tunnel gefaseerd moeten openen, omdat we niet wilden dat de bereikbaarheid voor zowel de A9 als voor het onderliggende wegennet voor langere tijd gestremd zou zijn. Ja, dit is echt een intens project. Het is groots, het is complex in zijn omvang, het is ook complex in zijn oplossing. De lastige momenten tijdens deze bouw is eigenlijk complexiteit van faceren. Het begon al om met een minimale ruimte om een A9 te verleggen als bypass. Daartussenin een tunnel te bouwen, parkeerproblematiek met al onze medewerkers, een apart logistiek centrum inrichten, dus geluidsoverlast tot een minimum beperken, verkeersoverlast tot een minimum beperken, maar ook alle transportbewegingen voor de omgeving om die ook tot een minimum te beperken. Hier zitten heel veel installaties en heel veel techniek in. 10% zie je in de buis, de rest zie je niet. Dat zit allemaal verstopt in technische ruimtes, in computerruimtes, in bedienruimtes. Duurzaamheid binnen het project is een van de voorbeelden, is het witte asfalt. Het asfalt in de tunnel, daar hebben we een korrel doorheen gedraaid, een witte korrel. Waardoor het licht mooi weerkaatst wordt en we meer licht in de tunnel hebben. Waardoor het allemaal helderder wordt. Bedoel ik uiteindelijk dat we het licht wat kunnen dimmen, wat energiebesparend bezig zijn. Omdat we gewoon meer opbrengst hebben vanuit het asfalt wat reflecteert. Het zonnepark is natuurlijk prachtig om te zien dat uiteindelijk deze tunnel door dat grote zonnepark eigenlijk zelf voorzienend is van energie. En nog een stukje teruglevert aan de omgeving. Rechts naast ons zien we nog een stukje, ik wil bijna zeggen, het vervagen van de A9. Wat wij gaan doen is in eerste instantie is die weghalen. En hier een heel mooi park neerleggen waarin wij de wijken, de Bijlmer en de Gaasperdam met elkaar gaan verbinden. Waardoor hier een mooie omgeving ontstaat. Dat is ook een mooie innovatie die hierin zit, is dat wij bijna uit alle technische installaties data halen. Die data continu analyseren om te zien of dat wij voorspellend maintenance kunnen toepassen. Waardoor de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de tunnel gegarandeerd blijft. Super trots. Het is fantastisch om te zien dat met al mijn collega's naast de weg, maar ook alle stakeholders in de omgeving te hebben mogen samenwerken. En dit fantastische eindresultaat hebben neergezet. Ja, en ik kijk echt met trots terug op dit project. En ik hoop dat de mensen, als ze ooit hier door die tunnel rijden, iets voelen van die trots die wij hebben gehad toen wij maakten.